Dankjewel. De koning is vandaag aanwezig bij de academische zitting. Tijdens deze zitting is ook de installatie van de nieuwe Rector Magnificus. Dr. José Sanders is de 60ste en tevens de eerste vrouwelijke Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. Tijdens de academische zitting zijn er toespraken van onder andere de burgemeester en de voorzitter van het college van bestuur. En er wordt gereflecteerd op het verleden, heden en de toekomst van de Radboud Universiteit. Ook is er speciaal aandacht voor kunst en cultuur. Na de academische zitting gaat de koning in gesprek met docenten en studenten over duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en de Nederlandse identiteit. Ja, zeker. Ja, hij is heel scherp. Hij lette duidelijk goed op. Stelde goede vragen, kritisch ook. Wat mag in ons vakgebied? Want het gaat natuurlijk over mensen en er zitten zeker risico's aan verbonden. Dus dat vond ik wel erg fijn. Ja, mooie atmosfeer. Ja, het was heel mooi om er te zijn en onze nieuwe rector te horen natuurlijk. Ja. Dus ik was wel onder de indruk. Het was een hele indrukwekkende speech, vond ik, die ook wel echt goed paste bij de Radboud Universiteit. Over hoe ze zelf ooit begonnen was en over hoe ze de visie van de universiteit voor zich ziet. Dat is nog een hele inspirerende studentspreekster. Dat geeft toch wel een beetje universiteitstrots.